moment. Van Gastel. Schiet hem maar eens van afstand. Met een lekker stuitje en een doelpunt ook. 1-0 Feyenoord. Jean-Paul van Gastel. Dat hij goed kan schieten van Gastel, dat weten we allemaal. Maar kennelijk weet Tony dat niet. En dat is een ervaren doelman. En dat is een hele belangrijke goal. Scoren in een uitwedstrijd, dat telt altijd. Hij raakt hem lekker vol van Gastel. Door die stuit krijgt de bal snelheid op het natte veld. Maar Tony had die bal natuurlijk gewoon moeten hebben van die afstand. 30 meter. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hij telt. Feyenoord leidt in Barcelona tegen Espanyol met 1-0. En daar zijn de vuisten van Ed de Goey. Pralia kijkt nog even boos achterom. Die een tik om zijn oren kreeg. En Larsson kan uitbreken. Sanchez. Larsson weer. En daar is de 2-0 met Talment. Prachtig uitgecounterd van Feyenoord. 2-0, Gaston Talment. Voortreffelijk gevoetbald van Feyenoord. Prima combinatie. Larsson ziet dat Talment in een ideale positie staat. De Zweed is niet zelfzuchtig en legt de bal goed af. Een ongekende wilde voor Feyenoord. 2-0 voorsprong in Barcelona tegen Espanyol. Koeman schuit de man verdedigd nuttig. Boateng, herkans in Koeman. Van Gastel, Larsson. Bos maakt ruimte voor Larsson. Van Wonderen. Larsson, 3-0. Voortreffelijk. Henrik Larsson en Feyenoord klaart het karwei hier definitief. Voorrust van Gastel, daarna Talment. En nu bekroont Henrik Larsson een uitstekende wedstrijd. Een gala optreden met een prachtig uitgespeelde goal. 3-0 voor Feyenoord. Dat is een prestatie die internationaal aanzien opzien zal baren. Mooi in de loop ook meegenomen die bal van Wonderen. Knalhard ingekopt door Henrik Larsson. Prachtig naar de grond, Tony kansloos. Een goal uit het boekje.